Het districtscommissariaat van Wanica Zuidoost heeft vanmorgen een trainingssessie gehouden over bewustwording met betrekking tot afvalscheiding. Het uiteindelijk doel van de training is om de totale gemeenschap van het resort Wanica Zuidoost bewust te maken over het scheiden van afval. Het commissariaat heeft de activiteit samen met Stichting Surisuur georganiseerd voor de medewerkers van het commissariaat. Volgens districtscommissaris Audrey Hankers is de sessie belangrijk, vooral als je kijkt naar de hoeveelheid afval dat wordt geproduceerd in Wanica. Dat wij eerst beginnen bij onze ambtenaren om hen de bewustwordingssessie voor te houden. En deze hebben we in samenwerking met Stichting Surisuur gedaan. Ook andere actoren, eigenlijk buren die we hebben betrokken om ook deelgenoot te zijn van deze training, sessie, van deze presentatie. Ik mag u aangeven dat wij de spits willen afbijten. We weten dat we heel veel vuil overal zien, met name plastic vuil. En we moeten nu bewust worden dat het een probleem kan gaan vormen, niet alleen voor ons milieu, maar zeker ook voor onze gezondheid. Vandaar deze sessie. Wilfred Lewin, voorzitter van Stichting Surisuur, vindt het bijzonder dat de overheid zelf initiatieven neemt om haar personeel te trainen. Eigenlijk is de overheid een opvoerende taak bij het geheel om mensen bewust te maken. Wij als stichting maken mensen bewust. Dat is een van onze eerste prioriteiten om mensen bewust te maken. En als de overheid daarop inspringt, dan geeft dat aan dat de overheid zich bewust is eigenlijk van haar opvoedende taak. Maar om zelf ook de informatie te nemen om mensen bewust te maken van wat recyclen is en hoe met afval om te gaan. Nou, de gemeenschap in totaliteit willen we meer eigenlijk bewust maken en ook meer zelfwerkzaamheid aan de dag leggen. We willen dus mensen stimuleren om in hun eigen buurt zelf schoon te maken, maar ook in hun eigen huis om een afvalscheiding te doen. En deze presentatie gaat meer om hoe herken je wat voor soort afval je hebt. En wat is het doel van het afval, waarvoor wordt het gebruikt en welke schade het ook kan aanrichten. Ik denk dat als je mensen vraagt om te recyclen, om milieubewust te zijn, dat je ze ook technische informatie moet geven van wat recycle je, waarvoor en waarvoor dient het ook. En het maakt heel veel zin als je ze weet, want we recyclen niet zomaar. Wilfred Lewin, voorzitter van Stichting Surisuur. Hij sprak vanmorgen tijdens de training over bewustwording met betrekking tot afvalscheiding. De sessie is gehouden in de Volksvergaderzaal van het commissariaat van Wanica Zuidoost, de Leliedorp.